Welkom bij onze podcast van Jakke en Jokke. En onze podcast noemt Van de Nak op den Tak. Dat zal wel allemaal duidelijk worden waarom we dat zo genoemd hebben. We gaan een keer kort uitleggen wat de bedoeling is van de podcast. Dus we willen eigenlijk een sportieve korte samenvatting geven van onze week die gepasseerd is. En dan willen we eigenlijk ook een keer een topic aansnijden per persoon. Dus Jonas ga een keer iets bespreken en ik ga een keer iets bespreken. Maar heel kort. Jokke. Jokke is Jonas, Jakke ben ik. Janik, voilà. Misschien interessant dat we ons een keer voorstellen. Dus ik ben Janik. Wat heb ik vroeger gedaan van sport? Ik heb heel lang ben ik basketbalspeler geweest. Op een redelijk niveau. Hoog niveau. Ja, redelijk hoog niet niveau. Niet te beschrijven, Janik. Ja. Dat was tweede, derde nationale. Ook even topsport gedaan. Waar ik dan mee trainde met eerste nationale ploegen. Maar door de vele blessures heb ik mijn droom redelijk vlug moeten stilzetten. Ik denk dat dat al 10 jaar geleden is dat ik basket heb. En ben nu dus 38, dus ja. Vergaande glorie. Na mijn basketcarrière heb ik zo 4 jaar geroeid in Gent, dat is op de Waardsportbaan. Ik heb dan onder andere een interessant weetje, Jokke, samengeroeid. Ja, vertel. Ja, samengeroeid met Tim Bries. Dus dat is de... Ja. Eén keer of meerdere keer? Je kunt op één hand talen, denk ik. Ah, ja. Ja, dus nu zijn je gewoon een beetje aan het show-off eigenlijk. Ja, we noemen dat name-dropping. Ja. Dus ja, en dan dagelijks leven ben ik webdeveloper al meer dan 10 jaar. Momenteel werk ik in Kortrijk in de school als ICT-coördinator. Dus een klein beetje afgeweken van het pad. Maar zorgt voor meer veel vakantie. Voilà. Ja. Meer vakantie, meer tijd om te gaan fietsen. Ik kan ervan meespreken, want we zijn collega's. Ja. Een geluk weetje. Ja. Dus ja, eigenlijk, hoe we elkaar leren kennen, is eigenlijk op een vorige job. Is bij een sanitaire groothandel. Ja, de naam gaan we niet zeggen. Intussen niet meer, ja. Zo noemt ook. Dus voilà. Boeit zelf niet. Ja, en eigenlijk elkaar vrienden geworden. En dan heel toevallig, Jonas is hier bijna werken en kwam zo een plaatsje vrij. Ze zochten niemand extra. Voilà. En er moest een nieuwe website gebouwd worden. Ja. Dus dat kwam heel goed van pas. 1+1=2. En kijk. Nu zitten we hier al daar naast elkaar. En hebben we een Instagram-accountje opgericht. Hè? Maar we zijn begonnen eigenlijk met dat fietsen, om er samen velo's op te starten. Een fietsenwinkeltje, een bijberoep. Waar we initieel enkel alle fietsen herstelden. Die we konden herstellen en dan zijn we geëvolueerd naar enkel race en gravel en mountainbike. Oh ja, hij zei geëvolueerd. Oh ja, hij zei er dan uitgestapt. Omdat hij andere prioriteiten had in het leven. Zoals een rustig, aangenaam leven leiden, wat voilà. Dat perfect mag. Ja. En dan ben ik dat alleen verder beginnen doen. Maar ook op een lager niveau. Wat doet ook helemaal niet ter zake. Maar we zijn dus constant wel samen bezig om... nieuwe dingen te zoeken en graag gerelateerd met sport. Ja, en voilà. Binnen ons interessegebied. Ik denk dat dat een beetje onze gemeenschappelijk draagvlak is, hè? Dat sportieve. Ja. En je hebt me eigenlijk een beetje overtuigd om een fiets te kopen. Ik denk dat dat al in 2018 was. Ja, en dat was je echt nog een starter. Hè? Echt, ja, ik kon echt niet meer. Niet fietsen. Ja. Nu nog altijd niet, maar bon. Dat is niet waar. Iets beter. Je mag jezelf niet onderschatten, eigenlijk. Maar ja, kijk... Maar vergeet maar een belangrijk stuk van je eigen voorstelling, Janik. Ja, dus dat ik ook een vriendin heb. Nee. Nee, ik heb een dochter van 9 jaar. En ja, dat zit zeker. Ja. En een vriendin, ja. Tof. Toffe mensen, als ik het zo hoor. Tof weetje weer. Ja. Zo is hem wel, de Jakke. Ja. Oké. Okay. Dan moet ik mij nu ook voor staan, denk ik. Ja. Dat is Jonas, Jokke, voor de Jakke en Jokke-fans.
Ja, het meeste is er iets vertaald eigenlijk, hè, want ik vertaal dat we Velots opgestart hebben. Mijn sportachtergrond, nooit op hoog niveau iets gedaan. Wel vroeger als kind van alles en nog wat gedaan. Voetbal, judo, atletiek. Atletiek was dan wel iets waar ik een beetje in uitblonk. Dan heb ik jaren op redelijke frequente basis gelopen. 2-3 keer per week, 10 tot 20 kilometer gelopen. Wat halve marathons meegelopen. Eén keer in de Hansen, ja. Tijdens corona. De marathon van Gent, maar dan liep je dat individueel en geen gezamenlijke start, waardoor dat wel een extra uitdaging was. Ja. Maar wel heel tevreden van mijn resultaat dan. En als ik u even mag onderbreken, als we elkaar een beetje kunnen schetsen van sporter. Ik ben eerder het explosievere type, zo, hè? Basketbal, dat lag mij vrij goed, balsporten. En ik denk dat Jonas een beetje een van natuur uit echt een... Een basis aerobe atleet is, want als je dan ziet, de marathon van Gent, eigenlijk 2 weken voor getraind, dan nog en dan nog, en je hebt een tijd neergezet van 3:15. 3:07. Oké, dat is nog minder, dat is 8 minuten minder, als ik snel mijn rekenmachientje bovenhaal. Ja. Dus dat is, allee. Maar het kwam niet van niks, hé. Nee, maar ja. Ik had jaren gelopen, maar nog nooit zo'n afstand. Maar naar een marathon toe, allee. Ja, maar dat was onder de 3 uur. Ik weet van mezelf, alles onder de 3 uur kan ik vanuit mijn redelijke basistreinconditie dat ik nu heb, lukt dat heel, heel goed. Maar vanaf dat ik boven die 3 uur ga, dan voel ik, in het fietsen is dat ook zo, dat is een beetje die 100 kilometer grens ook, dan voel ik dat dat allemaal wat lastiger wordt. Dan moet je al een keer een gelijke pakken voor die. Dat is ook al een keer daar een koekje in. Ja, dat is waar. Nee, maar dus, dat is ook wel mijn pijnpuntje. Maar hij zei inderdaad explosief. Je kunt kapot zitten na een ritje op de zondagmorgen met derde wiel bijvoorbeeld. Ja. En dan ga je in de spurt toch nog iedereen veel pijn kunnen doen. Ook al zij al kapot. Ja. Dus dan gaat er al een keer bijna afgelegen hebben bergop. Maar dan toch kun je dat er nog een keer uitpersen en dan echt stampen. Ja. Dus je kunt heel vrij goed in het rood gaan als het nodig is. Ja. Ja. En dat kan ik dan net iets minder. Dat is niet waar, hè. Ja. Vroeger reed je, kost je in 50 kilometer 26 gemiddeld fietsen en dat is amper 4-5 jaar geleden. En nu, zoveel jaar later, rij je 100 kilometer mee aan 30 gemiddeld. Dus dan heb je al hele mooie stappen voorwaarts gemaakt, denk ik. Ja. Maar op dat vlak zitten we dan wel op hetzelfde niveau. Mm-hmm. Maar jij bent ook iemand die ook naar heel veel podcasts luistert. Klopt. En heel veel cijfermatigheden oprakelt door daar naar te luisteren en trainingsmethoden ontdekt en dan denkt van, ik heb nieuwe hout ontdekt of gevonden. Ja. Ik ga dat nu tot op de minuut juist volgen. Mm-hmm. En dan verkondig je mij de maandag daarop die theorieën met heel veel overtuiging en zeker dat je beter gaat worden daarmee. En dan hoop je, denk ik, om mij te overtuigen om dat ook zo te doen, omdat je denkt van, dat is echt wel the way to go. Wat overtuigen niet. Maar ja, nee, maar inderdaad, ik wil dat wel delen. Je kennis delen en dan heb ik iets van, oké, ik geloof dat wel, dat lijkt wel leuk. Maar na één dag vind ik het alweer te lastig om het minutieus uit te voeren en dat is dan ook weer een verschil tussen ons. Ik denk dat het grote verschil is. Ja, je kunt zo jou er echt op toespitsen en op toeleggen. Misschien is dat ook wel door de topsporten vroeger, dat je wel een trainingsethiek. Ja. Die, en van mij is dat wat minder. Hij luistert ook meer naar je lichaam. Ja, ik ook wel. Als je moe bent, ga je niet... Ga ik me niet kapot. Of ga ik geen 100 kilometer gaan fietsen als ik voel mijn benen hebben daar nu geen zin in. Voilà. Dan ga ik dat. Ik ben meer een gevoelsmatige trainer. En hij is iemand die graag een schema zo voor je hebt. Ja. En als je het schema hebt, ga je het ook perfect uitvoeren. Klopt, ja. Ik denk dat we daar ook wel weer een beetje in schelen. Maar we hebben wel allebei interesse voor de trainingsmethodiek. Ja, ik denk dat we dat. En zeker nu, hè, we hebben onszelf nu een serieus doel voorgelegd. Zoals dat Jonas al zei, rijden we af en toe mee, Jonas iets meer dan ik, met derde wiel in Kortrijk. Dat zijn allemaal gasten die redelijk goed kunnen fietsen. Daar waren een paar kleppers tussen. En wij kunnen wel altijd mee. Allee. We kunnen mee. Maar dat is het ook soms gewoon. Ja, en we hadden voor onszelf iets van, kijk, we willen nu een keer echt naar iets toewerken en een jaar
ja, een beetje het onderste uit de kan halen bij onszelf. Rekening houden met onze job, rekening houden met ons gezin. En de vrije uurtjes dat we hebben, een beetje steken. Sorry. Ja, Jok is een beetje verkouden. Ja. Dus, klaar in de lappenmand. Voilà. Ik ben even met een draad kwijt. Maar ook, ja, sorry. Dat is zo. Dat is live, Janik. Dat is... Happens, it happens. Nee, Nee, je was bezig aan het vertellen. Ja, dat we dus een doel wilden stellen. En dat we dan ja, een beetje op zoek zijn gegaan toch naar ja, hoe moeten we dat gaan aanpakken. Hè? Normaal, ik reed voor dit jaar één keer per week in het weekend. Meestal een rit van 3-4 uur. En dan tijdens de week deed ik nog een keer gaan lopen. En ik ging ook wel altijd met de fiets naar het werk. Dat was dan iets van 13 kilometer per dag. Niet om over naar huis te schrijven, maar bon. Al een beetje helpen, denk ik dan. Ja, je merkte wel op, als je dat dan een tijdje niet meer deed, door vakantie ja, of zo, dat je conditie ook wel standaard ja, een beetje naar beneden ging. Ja. Maar bon, ja, en nu willen we echt wel gebruik maken van die uurtjes dat we hebben, om ja, effectief stappen vooruit te zetten. Hè. Dus ik was eerst begonnen met Join, die een app. Mm-hmm, ik was eigenlijk heel tevreden van. Ik moest dan je FTP berekenen, met een test, en dan kreeg je zones, en dan kreeg je echt wel... Een beetje, dat schema op maat, maar het was wel nog flexibel. Dus de algoritme past hem aan. Als je zegt, ik heb vandaag geen zin, kon je dat instellen. En dan werden alle trainingen nadien, de dagen nadien, werden dan aangepast. Dus dat was echt wel flexibel. Dat was geen fixed schema. Maar dan een test laten doen bij een bedrijf, Pulso in Zwevenhem. Een inside test. En dan krijg je een soort van metabolisch profiel, waarin dat je echt perfect ziet wat dat je aerobe, anaerobe zone is, VO2 max, al die zaken. En dan ook een FAT max en een VLA max. Ja, ik ga dat nu niet uitleggen, maar dat was allemaal interessant om te weten. En daar is er wel uitgekomen dat ik... Ja, like die een join was niet voor mij. Ik heb echt vrij specifieke zones, dus mijn aerobe niveau is zo slecht dat ik super lage wattages moet fietsen in die zone 2, dus die lange duurtrainingen. En dat mijn VO2 max is zo hoog dat dan ook weer buiten die aaneensluitende zones... Hij fietst eigenlijk altijd in je rode zone, maar je kunt dat gewoon heel lang volhouden. Ja, voilà. Ja. Dus de gewone mens, of hoe dat zou moeten zijn, is een gewone piramide en bij mij is het een omgekeerde piramide. Dus ik moet eigenlijk mijn punt onderaan, mijn basis vrij gaan uitbreiden door heel traag te fietsen nu. Toch een beetje een superman dus eigenlijk. Goh ja, ik zou het liever anders willen, maar bon. Ja, je kunt wel door die basis dus te trainen, kun je wel echt veel marge maken. Ja, ik hoop het. Dat is een beetje koffiedik kijken momenteel, maar ja. Dus van Join ben ik dan afgestapt en ben ik nu gewoon die bepaalde zones dat uit die inside test zijn gekomen, ben ik nu volop aan het trainen. Begon in oktober tot nu. Maar in het begin die ik wou je al zone 2 trainen, omdat je dat ook gelezen had en gehoord had. Maar dan trainde je nog in de verkeerde wattages, waardoor dat je eigenlijk in je zone 3 aan het trainen was. En je verstond niet dat je toch door zone 2 training te doen achteruit ging in conditie. En uiteindelijk nu, door die inside test, is het wel duidelijk geworden dat je eigenlijk te hoog trapte om je vetverbranding te verbeteren, waardoor dat je eigenlijk echt beter kunt worden. En nu weet je dat. En sinds dat je op de juiste wattage trapt, dat is nog niet lang, hè. Nee, eigenlijk eind februari. Een paar weken, nee, voilà. Dus eigenlijk, ja, het is nog te vroeg om te zien wat dat dan met jou doet. Dat is waar. Ik zou dat binnen een week of drie misschien een keer herevalueren en kijken of dat je dan... En dan komen we eigenlijk direct bij een van de dingen hoe dat we ons doel willen behalen. Hè. En dat is die testwedstrijd en dat komt eigenlijk juist op dat moment. Hebben we ons doel al vertaald eigenlijk? Dat weet ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar dat is wel, ja, dat is misschien voor de meesten wel duidelijk. Dat we ons gaan proberen te kwalificeren voor het WK Gravel Masters van 35 tot 39 jaar. Ja. In oktober is dat. En hoe kan je jou kwalificeren? Dat is door mee te doen aan enkele officiële UCI-wedstrijden. Ja. En daar moet je binnen de eerste 25% van uw leeftijdscategorie binnenkomen om geselecteerd te worden. Dus pak dat er 100 mensen meedoen in onze categorie, de masters, en wij zijn bij de eerste 25, dan mogen wij mee, gelijk op elke wedstrijd. Dus als wij doen 3 wedstrijden mee, dus hebben we 3 kansen om bij de eerste 25% te zitten
Dus het is niet met een soort klassement dat enkel de eerste 25% van het klassement mee mogen. Nee, het is per wedstrijd voorlopig nog. Dus eind april doen we daarom een eerste testwedstrijd, omdat we dat niet kennen. Voor ons is dat volledig nieuw, nog nooit niks van wedstrijden gefietst. Om een keer te zien hoe gaat die bevoorrading te werk, moeten we veel eten, wat is het niveau, zijn we echt, zijn we nul ten opzichte van de rest? Of zitten we al op een goed niveau en we hebben nog een maand, een half, twee maanden om bij te schaven, gaat dat gaan lukken? Of... Ja. Want de eerste wedstrijd is 30 april, ja. En dat is de Gravel Fondo Limburg. Kanten van Valkenburg. Starten Valkenburg, aan Shimano. Shimano zijn drie lusjes van om en bij de 33 kilometer, denk ik. Ja. Ja, like dat Jonas zegt, dat denk dan de waardeverhouding daar wel direct kan gaan wonen. Ja. En... Maar goed, het voordeel is dat dat vroeg valt. We hebben nog 2 maanden. In 2 maanden kun je veel doen. Of wacht, april, mei, juni, juli. We hebben nog 3 maanden. Ja. En 4 maanden naar de derde wedstrijd. Ja, de tweede is 15 juli. Ja. Dat is Gravel 150. Veenhuizen of zo. Ja, in Nederland. Een beetje een vlakkere rit in feite. Maar langer, 150 kilometer. Ja, en ook sneller waarschijnlijk. Ja. Dus het is te zien waar dat goed in zit. Ik denk dat dat voor mij dan een interessantere wedstrijd gaat zijn. En voor jou, die hellingsjes, ik denk dat dat voor jou beter gaat liggen. Ik weet het niet. Ik ben misschien ook net iets technischer dan jij op de fiets. Ja. Dus misschien dat vlakke in de bochtjes, dat ik... Ja, ik weet dat niet. Ik vraag me dat soms af. Maar we gaan dat wel zien dan. Maar ik ben wel groot en zwaar, hè. Dus die hellingsjes... Ja, dat wel, maar het zijn kortere. Het zijn geen lange hellingen. Het zijn puncher-hellingen. Wat dat wel net binnen jouw takenpakket ligt. Mijn takenpakket. Nu kunnen. Maar ja, het is af te wachten. Ja, en augustus doe je dan nog mee met de Hoofa Gravel. En dat is dan ook weer met veel hoogtemeters. Ja. Want dat gaat waarschijnlijk wel de mooiste rit zijn, denk ik. Het ook. Uiteindelijk willen we er ook gewoon van genieten. Halen we het niet, dan hebben we een toffe... Dan hebben we veel bijgeleerd, hebben we een tof traject doorlopen en dan... We zijn zeker niet met de bedoeling begonnen van we gaan dat hier even... dat gaat hier makkie zijn. Met de vingers in de neus zeker ons niet kwalificeren. Het was de bedoeling dat het een uitdaging was. Ja. Is. En dat mag. En als we dat niet halen, gaan we het even plezant gevonden hebben. En eigenlijk willen we dan ook vanaf nu ieder jaar een doel opstellen voor ons twee. Samen dus? Ja, samen. Maar met uitbreiding van. Maar dat zijn dan dingen die we nu nog niet kunnen vertellen, maar we zijn wel plannen aan het smeden voor 2024. Ja. En die gaan we dan vanaf september, oktober hoogstwaarschijnlijk naar buiten brengen. Ja, het is een beetje afwachten omdat we nog niet... Er zijn een paar parameters. Ik weet nog niet of dat gaat lukken of niet. Dus. Maar als dat gaat lukken, het gaat wel anders zijn dan wat we nu aan het doen zijn. Ja. Het gaat meer op het avontuur gericht zijn. Hè? Ja, en niet op wedstrijd, niet op trainen om snel heen te kunnen rijden, maar trainen om gewoon lang op de fiets te kunnen zitten en te genieten van natuur en... Voilà. En binnen een beetje de... Beetje meer bikepacking wat meer. Wat gravel is en wat gravel zou moeten zijn. En inderdaad, natuur, genieten. En alles er rond ook een beetje meer. Zo. Voilà. Niet enkel dat fietsen, want daar draait het niet alleen om. Dus dat. Dus ja, dat was eigenlijk... Denk dat nu een beetje een intro is. Jakke en Jokke in een nutshell. Voilà. Beetje, we hebben ons een uitleg gedaan. En denk dan vanaf volgende week gaan we misschien iets concreter dan terugkijken op onze week. Wat we gedaan hebben. Ja, van de week, hij is ziek geweest, dus hij had niet getraind. Ik heb niet op mijn fiets gezeten. Ik heb op de rollen gezeten, wat ook niet zo interessant is. Maar kijk, we gaan proberen elke week een podcastje te maken. En dan zeker als we... Allee, wanneer beginnen we met onze eerste... We doen niet alleen wedstrijden, maar ook veel toeren. Eind april ook. Okay. 23 april? 2 weken voor. Een week ervoor al. Dus 23 april hebben we dan onze eerste toerrit. Daar kunnen we dan ook een keer een verslag van geven. En dan gaan we inderdaad proberen daar ook over te praten. Maar dat ga je ook op onze Instagram kunnen volgen. We gaan er ook wel een filmpje en wat fotootjes van maken waarschijnlijk. Dan kun je dat ook volgen. Op jakke_jokke op Instagram. Yes, at jakke_jokke inderdaad. Ja. Zien we jullie daar. Zo, kijk ze. Salutjes. Dank je. Tot de volgende. Yo.